Waarom krijg ik wel of geen antibiotica? Als u ziek bent, gaat u soms naar de huisarts. De huisarts vraagt naar uw klachten en doet lichamelijk onderzoek. De huisarts geeft uitleg en advies. Soms adviseert de huisarts antibiotica, maar meestal niet. Wanneer helpen antibiotica? Mensen kunnen ziek worden door virussen en bacteriën. De meeste infecties komen door een virus, zoals bij een griep of verkoudheid. Antibiotica werken niet tegen een virus. Daarom geeft de huisarts u geen antibiotica bij een infectie door een virus. Sommige infecties komen door een bacterie, zoals bij een longontsteking of een blaasontsteking. Antibiotica werken wel tegen een bacterie. Daarom geeft de huisarts u soms antibiotica bij een infectie met een bacterie. Maar niet altijd, want infecties met bacteriën kunnen ook vanzelf overgaan. De huisarts geeft alleen antibiotica wanneer dit echt nodig is. Want antibiotica hebben soms bijwerkingen, zoals diarree en rode huiduitslag. En bij te veel gebruik van antibiotica kan een bacterie resistent worden. De antibiotica werken dan niet meer, omdat de bacterie ongevoelig is geworden. Wanneer geeft de huisarts u antibiotica? Heeft u een infectie met een virus, zoals bij een verkoudheid met hoesten? Dan geeft de huisarts u geen antibiotica. Uw eigen afweer maakt u beter. Slaap, drink en eet goed. Heeft u een infectie met een bacterie, zoals bij een longontsteking? Dan geeft de huisarts u soms antibiotica. Ook dan is het belangrijk om goed te eten, drinken en slapen. De antibiotica helpen uw eigen afweer. Vertrouw op uw huisarts. Uw huisarts weet het beste wanneer u antibiotica nodig heeft.